wat ik kan doen is mijn steentje bijdragen hier en daar om te harmoniseren. Dus vandaar muziek. Jouw boodschap is liefde en geen haat. Zeer zeker. Ook vrijheid dus. Ook vrijheid dus, ja. Hier in Dordrecht begon op 19 juli 1572 de opstand tegen de Spaanse overheersers. De eerste Vrije Statenvergadering. En die wordt elk jaar rond 19 juli herdacht. Ja, het Hof van Nederland doet dat met 7 filmpjes. Normaal hebben we een hele bijeenkomst. Maar vanwege corona gaat dat natuurlijk niet door. Dus we dachten, laten we het dan online zetten. Normaal hebben we ook verschillende sprekers. Dus we hebben nu 7 sprekers gevonden met heel verschillende perspectieven die, zeg maar, hun bespiegelingen geven over vrijheid en tolerantie. Ik denk dat dat gewoon in essentie een tijdloos belangrijk iets is. Maar slagen we er eigenlijk wel in? Dat is nou net het jammere. Ik heb het gevoel dat in het geschreeuw Jan en alle mannen het gevoel hebben dat er niet goed naar ze geluisterd wordt en daardoor alleen maar inderdaad harder gaan schreeuwen. 400 zoveel jaar geleden, toen Willem van Oranje al zei van ik wil dat die geloofsvrijheid komt in Nederland. En kijk waar we nu staan, dan is er nog heel veel werk, denk ik, aan de winkel. Binnen die eindeloze vrijheden ontstaat er dan ook een hele hoop geschreeuw van allerlei kanten, wat ook weer verwarrend kan werken natuurlijk. Wat doe je daaraan? Want jij bent rapper, theatermaker. Je kan natuurlijk daar een tegenboodschap weer bij zetten. Ja, dat is inderdaad een van de redenen waarom ik op jonge leeftijd al zeker wist van ik kan slechts kunstenaar zijn. Op een geduldige manier begrip ontwikkelen om naar elkaar te kunnen luisteren en overbruggingen te maken.